Basisschool De Hobbitstee in Gestel bestaat 40 jaar. En dat wordt gevierd. Dat doet de school met een speelfilm over De Hobbitstee. De eerste opnames daarvoor waren vandaag. En in die film maakte niemand minder dan burgemeester Van Gijsel zijn acteerdebuut. Ik heb de burgemeester gemaild met de vraag van we maken een speelfilm en heeft u zin om mee te spelen in de film? Hij was meteen enthousiast. Wij gaan zo meteen opnemen voor onze film. En dat wordt wel spannend. De raad is geweest. Dan gaan we over naar de officiële druk op knop. Ik vond het hartstikke leuk om te doen. Ik zit natuurlijk tussen professionele acteurs. Dit zijn allemaal professoren. Eigenlijk zijn het schoolkinderen. Maar ze spelen in de film professor en dat doen ze super. Dit is de professor die de teletijdmachine in werking heeft gesteld en mij verteld heeft hoe ik alles moet doen. En dat doet hij ook geweldig. Ja, ik vond het best wel spannend, want het is toch de burgemeester en die ontmoet je niet zomaar. De hele school doet mee aan het project. De regie is in handen van Philip Braams. Kinderen en leraren spelen de hoofdrol in het verhaal over een tijdmachine. In de film reizen de leerlingen met sprongen van 10 jaar door de tijd. Omdat we 40 jaar bestaan, vinden we het leuk om te kijken van goh, wat is de afgelopen 40 jaar gebeurd. Ja, en willen we terug in de tijd, dan heb je een tijdmachine nodig. Wat wij nou gaan doen, ik ga zo meteen de kinderen, dit zijn de kinderen van groep 8, hè. Die gaan zo meteen voorop lopen. Jullie lopen als groep erachter aan, want zij willen jullie namelijk meenemen naar 1985. Dat is namelijk de tijd waar jullie naartoe gaan. Kinderen improviseren het grootste deel van het script, dus we hebben grote lijnen. En de rest is helemaal ingevuld door de kinderen. Ik kan al heel goed acteren. Heb je nou thuis geoefend? Ja. Hoe heb je dat gedaan dan? Gewoon alleen. Voor de spiegel? Ja. De laatste opnames voor de jubileumfilm worden maandag gemaakt. Het eindresultaat wordt op 28 mei gepresenteerd in het Parktheater.